Goedenavond ook van mijnentwege. Bedankt Jean-Luc voor de introductie. Ik hoop dat de ogen en de oren nog altijd actief de webinar aan het volgen zijn. En ik hoop jullie nog bij mij te hebben de komende 40 minuutjes normaal gezien. Goed. Zoals Jean-Luc reeds gezegd heeft, ik ga het hebben over drift beperken en duurzaam gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen, dus die nu gaat komen in de komende weken. En dan zeker meer bepaald over de prosulfocarb, die toch wat veranderingen in gebruik met zich mee heeft gekregen. Dus daarvoor heb ik vier thema's. Het eerste thema is dus het belang van een goede toepassing. Zoals Jean-Luc zei, breng de druppels waar dat ze horen en, niet, en geen een druppel te veel. Want, we hebben dat in de vorige sprekers ook al gehoord, behoud van gewasbeschermingsmiddelen is zeer belangrijk. En dan kom ik verder naar drift beperken, want het is een onderdeel van dat goed toebrengen, goede toepassingstechnieken, om dan te komen tot de prosulfocarb. Dus er is een oorzaak voor, we hebben dat niet zomaar gedaan. Daar zit zeker een oorzaak achter die we niet willen herhaald zien in de toekomst. En wat zijn dan de veranderingen voor jullie als landbouwers de komende weken en maanden natuurlijk. En dan wil ik nog afronden, als de tijd het toelaat, tenminste, naar een aantal voorbeelden die dus Syngenta brengt naar duurzaam gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen. Goed. Behoud van gewasbeschermingsmiddelen. Ik geloof dat Bram was die zei van ja, we verliezen veel gewasbeschermingsmiddelen. En dat is zeker waar. Als firma zoals Syngenta kunnen we dat beamen. En we moeten dus met z'n allen gaan zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen waarvoor jij ze bedoeld hebt. Dus als je gaat toepassen, is het ook belangrijk dat ze effectief daar ook komen te liggen om het werk te doen en niet waar ze niet thuis horen. En dat is zeer belangrijk om in de toekomst toch meer aandacht nog te schenken. Ik zie nog soms te veel landbouwers die door kleine stappen eigenlijk grote miserie kunnen veroorzaken. Dat willen we met z'n allen vermijden. Goed, dat is duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dus wat betekent duurzaam? Ja, dat is voor jou eerst als teler. Zorg dat gewasbescherming niet met jou in contact komt. Want je kunt soms niet denken hoeveel dat van gewasbeschermingsmiddelen op jullie nog kan terechtkomen. Ook niet in het milieu terechtkomen. Dus zie dat het niet in het water, zie dat het niet in de lucht of andere zaken terechtkomt. En dan ook in de omgeving. Dus de mensen rondom ons, de consument, ook de man en de vrouw in de straat, die kijken zeer kritisch naar ons. We krijgen niet de wind van achter, maar eerder van voren. Dus we moeten dat vermijden, dat we dit gewasbeschermingsmiddelen kunnen in discrediet brengen. En dat is een werk van allen. Nou, daar wil ik de eerste komende half uurtje toch even over dieper ingaan. Goed, dit is dan een soort embleem van Syngenta die ik een drietal jaren heb gelanceerd binnen de Benelux. Dus de ambitie om zero impact. Ik kan jullie jammer genoeg niet zien, maar anderzijds zullen er beginnen mensen krabben in het haar. Het is toch de bedoeling als ik een gewasbeschermingsmiddel toepas dat het impact heeft. Dat is het juist. Dus zorg ervoor dat het geen impact heeft op milieu, op de mens zelf. En dus ook niet dat het ergens terechtkomt in de voedselketen waar het ook niet thuis hoort. Dus als we over milieu spreken, is het dus zowel in de lucht als in het water of bij de buurman en dergelijke meer. En dus ook voor de mens zelf is het ook zeer belangrijk. Dat betekent eerst voor jou en dus ook voor de man en de vrouw in de straat. En ik wil dat ook nog een keer kaderen. Dus dit is geen alleenstaande geval bij ons. Binnen Syngenta is duurzaamheid een heel breed begrip. En als ik jullie vraag aan iedereen, dan krijg ik wat betekent duurzaamheid voor jullie. Dan krijg ik zeker en vast meer dan 100 verschillende reacties daarop. En daarvoor wil ik even in beeld brengen wat Syngenta eigenlijk voor ogen heeft om jullie te helpen
om in de toekomst duurzamer te kunnen gaan opereren en onze gewasbeschermingsmiddelen en andere zaken dus te kunnen gaan behouden. Je ziet linksboven al dus de zero-impact-ambitie van Syngenta. Dus daar kom ik straks nog op terug, want dat is eigenlijk de leidraad door mijn verhaal. Maar ik wil jullie die andere drie pijlers ook niet onthouden. Dus rechtsboven zie je het Good Growth-plan van Syngenta. Dat is eigenlijk een wereldwijde, ambitie van Syngenta om de landbouw nog duurzamer te maken. En daar speelt men ook in naar klimaatsveranderingen, die meer en meer onze gewassen gaan bedreigen. We hebben het nog gehoord bij de sprekers. Het was te nat, of het is te droog, of het is, zijn andere oorzaken. Dus dat is climate change, dat is CO2-captatie. Dus dat zijn hele brede begrippen waar Syngenta ook volop wil inzetten om dus duidelijk een ondersteuning in de toekomst aan jullie te geven. Dat kadert dus ook in, de Green Deal-ambitie van Europa natuurlijk, 50% minder gewasbescherming in 2030. Rechtsonder heb je dan gewassen. Hè, dus je hebt ook in het verhaal gehoord van Patrick, hè, in de gerst, dus wintergerst van Syngenta, die hybride gerst van Syngenta. Syngenta is dus ook een veredelaar, een zaadvermeerderaar, die jullie dan ook eventueel de tarwe, gerst, maar ook maïs, groenten en andere gewassen zaden gaat produceren. En daar kijken we ook naar minder ziektegevoelig, maar ook anderzijds minder droogtegevoelige variëteiten bijvoorbeeld te gaan selecteren en die toch minder gevoelig zijn aan eventuele extreme weersomstandigheden. En dan linksonder, biocontroles. We kijken naast chemische gewasbescherming, kijkt Syngenta ook naar meer gewasbescherming die op biologische manier zijn ontstaan of de oorsprong vinden. En anderzijds ook biostimulanten om jullie te helpen, dus toch nog met minder gewasbescherming in de toekomst goede productie te kunnen realiseren. Dus dat is eigenlijk het duurzaamheidsverhaal van Syngenta, waar dus de zero-impact-ambitie een belangrijke rol inneemt, zeker en vast hier in België. En dit is eigenlijk een plaatje die ik veel toon en dat jullie zeker ook al bij andere gelegenheden hebben gezien. Dat is eigenlijk, ja, gewasbescherming heeft verschillende stromen om in het water en het milieu terecht te komen. We staan er ook niet altijd bij stil. En u ziet dus dat 50% komt eigenlijk van puntvervuiling. Dat betekent vervuiling, gewasbescherming, die door het vullen of het spoelen van producten in jullie spuittank op jullie bedrijf, op de boerderij of eventueel langs de grachtkant wordt gemorst en zo in het milieu terechtkomt. Dit is een zeer belangrijke bron van gewasbescherming in het water, die we zeker en vast niet kunnen appreciëren als gewasbeschermingsspecialist. En anderzijds, de 50% komt heel wat van erosie, hè, dus bij het spuiten op het veld, je krijgt regen op een erosiegevoelig perceel, het stroomt de beek in of de riool in en zo komt het veel in het water. Voor mensen die in een heuvelachtige streek zitten, zeker en vast een aandachtspunt. En dan 15% ongeveer door drift, komt ook nog in het water terecht. Dus je kunt misschien zeggen, drift, ja, dat is misschien niet zo belangrijk, maar mijn volgende slide zal toch wel aangeven dat drift wel een belangrijke factor is waarmee we rekening moeten houden. En zo kom ik bij de drift beperken. Goed, maak er werk van. Hè, dus driftreductie, maak er werk van met z'n allen. Waarom? Jullie weten zeker en vast, hè, door buurschade. Als jullie dat hebben bij je buurman, dan zal die buurman niet tevreden zijn. Of omgekeerd, als die buurman dat bij jou voor heeft, dan ben je ook niet tevreden. Dus dit moeten we ook, dit hebben we niet graag met z'n allen. Het tweede is residu op niet behandelde teelten. En dus dat is door drift kan er soms product op een gewas terechtkomen waar je het eigenlijk niet hebt toegepast. Dus het is ook weg van jouw eigen perceel. Dus het kan ook zijn werk niet doen.
En bij de andere is het een bron van residu op het eindproduct eigenlijk. Dat ook niet kan geapprecieerd worden. Residu's in het water, dat denk ik dat het duidelijk is. Maar ook zeker en vast negatief voor ons imago. Het is zichtbaar voor de man of de vrouw in de straat die aan het fietsen is. Want ze maken meer en meer gebruik van die kleine wegeltjes waar wij met onze tractoren en spuitmachines langs rijden. Dit is negatief. Als er een boer spuit met veel drift, ja, dan word ik niet vrolijk, eerlijk gezegd. Dus zeker vermijden. Het is niet altijd gemakkelijk, dat weet ik. Maar doe toch even een poging om toch daar rekening mee te houden. En dan, zoals we weten waarmee Syngenta en andere fabrikanten te maken hebben, het wegvallen van eigenlijk goede oplossingen. En ene keer dat ze weg zijn, kan ik u verzekeren, komen ze niet meer terug. Goed, en eigenlijk drift beperken kan eigenlijk op een eenvoudige manier. Ik geef hier vier klassieke aanbevelingen om dus drift te gaan reduceren. En dat is niet meer dan eigenlijk gezond verstand gebruiken. Een eerste is driftreducerende doppen. En ik spreek hier van 90%. De wetgeving zegt vandaag 50%. Maar ik zou zeggen, gebruik zoveel mogelijk 90% driftreducerende doppen. Je gaat kijken naar de fabrikanten van de doppen. En die hebben mooie tabellen met driftreducerende doppen. En het watervolume en de druk die je daarvoor nodig hebt. Heel handige tabelletjes, dus die zeer gemakkelijk te hanteren zijn. Een tweede punt is, ga niet spuiten. En ik weet weer, het is niet altijd gemakkelijk, maar vermijd toch veel wind. Ik zeg altijd maximum 15 tot 20 km per uur. Een derde is, ja, pas rijsnelheid aan. Dus 8 km per uur. De meeste onder ons hier in Vlaanderen, die hanteren dat wel. Maar soms zie ik toch racepiloten soms bezig die iets te snel of te snel dus de trekker opgaan en gaan spuiten. En een vierde puntje is spuitboomhoogte, een halve meter boven de grond of het gewas. Dit is belangrijk, enerzijds voor goede toepassing, want uw doppen staan, of de meeste van jullie hebben doppen op 50 centimeter. Als je dan een halve meter boven de grond gaat spuiten of het gewas, heb je een mooie spuitbeeld en ook naar drift is dat een goede oplossing. Puntje 1 en puntje 4 ga ik even wat dieper ingaan. En dat is eigenlijk, en nu moet ik zelf mijn bril opzetten, want mijn beeld is zo klein geworden. Dus doppenkeuze is zeer belangrijk eigenlijk, hè. U weet, als je een dop hebt, daar komen druppels uit, maar die druppels zijn niet allemaal even groot, hè. Je hebt kleinere druppeltjes en je hebt grotere druppels. En rechts onderaan, dus hier zie je dus een tabelletje, waar je in de x-as heb je dus de verplaatsing van druppels in meters. En op de verticale as ziet je dus de 50 centimeter waarvan dat ik daar juist sprak, dus een ideale boomhoogte. Bij een windsnelheid van 11 km per uur, dat is niet veel. En dan zie je bijvoorbeeld, als je een gewone dop gebruikt, dan heb je een klassieke dop. Die mogen niet meer dus gebruikt worden in principe. Dan zie je bijvoorbeeld 30% van die druppels hebben een diameter van minder dan 100 micron. En als je ziet op mijn tabelletje 100 micron, zelfs bij een windsnelheid van 11 km per uur, bij een boomhoogte van 50 centimeter, heb je snel 5 tot 20 tot 125 meter dat het druppel kan meegedreven worden door de lucht en eigenlijk terechtkomt waar dat niet terechtkomt. Als je 90% driftreducerende doppen hebt, ja, dan heb je praktisch geen kleine druppeltjes niet meer, die dus minder dan 100 micron zijn en dus eigenlijk al een zeer grote impact hebt op de drift. Dus die 90% is toch een belangrijk streefdoel. Syngenta doet ook veel proeven met toepassingstechnieken, met doppenkeuze en bekijkt de effectiviteit van zijn oplossingen. En ik kan zeggen, in vele gevallen is 90 een zeer goede druppel.
Goed, dat vierde puntje, de boomhoogte. En nu wil ik, want ik zie jullie niet, maar ik wil jullie toch, en ik ga jullie niet zien werken, maar hoe, een vraag toch die ik wil stellen is, hè, met hoeveel keer verhoogt je de drift als je de spuitboom van 50 centimeter naar 80 centimeter gaat? Ik ga niet lang wachten, want ik zie jullie niet, maar ik zou zeggen. Heeft iedereen al zijn keuze gemaakt? Maar het is 6. Dus dat betekent 30 centimeter van 50 naar 80 gaat de drift met 6 keren verhogen. Dat is toch wel gigantisch. De mensen staan er niet bij stil. Je hebt ook veel meer turbulentie die kan optreden. En bovendien heb je een minder mooi spuitbeeld. Dus zeker en vast niet goed om te hoog en die spuitboomhoogte te gaan. Te hoog nemen. En nu zou er een filmpje moeten kunnen afspelen. Hi, I'm James Thomas, application specialist here at Syngenta. And today I'm going to be talking to you about the importance of controlling drift and how to prevent it. Controlling drift is important because the products you're applying need to reach their intended target. This will ensure maximum efficacy from products, better for profitability, and minimum environmental impact. Weather is the key factor when it comes to controlling drift. To check wind speed, a simple anemometer can be used. If one of these isn't available, you can use your surroundings, including the trees, flags, and also smoke. The ideal wind speed for spraying is 1 to 2 meters per second or 3 to 6 kilometers an hour. Spraying in unsuitable conditions significantly increases spray, missing the target and drifting away from the crop. Boom height is the single biggest controllable factor when it comes to preventing drift. Maintaining 50 centimeters above the target will not only ensure minimum drift, but ensure maximum coverage, which will provide excellent efficacy. Even increasing this distance by as little as 30 centimeters to 80 centimeters increases drift by 6 times. A good way to check whether you are maintaining 50 centimeters is to use a Syngenta cable tie. This can be attached to either end of the boom. Boom stability is also key to maintaining 50 centimeters. Regularly checking and servicing your boom suspension can be key to ensuring smooth boom travel. Many modern day sprayers are equipped with boom leveling systems. To ensure these are working correctly, they need to be cleaned and sensitivity set to the correct setting. Forward speed can also have a severe impact on drift. Faster forward speeds mean more turbulence behind the boom, and it is more difficult to control the spray. The energy required to push through the air increases as the square of speed increases. Go twice as fast, you need 4 times the power, or in spraying terms, you generate 4 times the turbulence or drift. For example, drift more than doubles when you go from 8 kilometers an hour to 12 kilometers an hour. The faster you drive, the greater boom instability, which leads to a reduction in even coverage from your nozzles. Nozzle selection can also help us when it comes to controlling drift. There are many different types of nozzles on the market, but air inclusion nozzles have been specifically designed for drift reduction. They work by mixing spray solution with air. This creates large, coarser droplets, which are less prone to drift. Flat fan nozzles produce droplets which range from 1 to 500 microns in size. The smaller of these droplets have high velocity when they exit the nozzle but slow within 10 centimeters of the exit because they have very little momentum. This makes them very susceptible to drift. They also carry such small amounts of spray solution that they offer very little efficacy benefit. Air induction nozzles, however, due to their large droplet size, have a much slower exit velocity but carry much greater momentum. Therefore, they are less susceptible to drift. Practically, in a field situation, the difference is very noticeable.
especially when using 90% drift reducing nozzles. For a drift reducing nozzle to achieve its drift reduction rating, it needs to be operated at the correct boom height and pressure. This information can be found on the manufacturer's website. Setting the correct pressure to achieve the drift reduction rating is important. As can be seen, a drift reduction nozzle operated above its rating produces a much finer spray, which are more susceptible to drift. Many operators are concerned that drift reduction nozzles can lead to a reduction in product efficacy. However, if used correctly in conjunction with the right products and targeted with the right amount of water volume and forward speed, efficacy can be maintained. Syngenta has spent much time investigating this. Specialist in Engeland die dus 100% bezig is met spuittechnieken en om jullie nog beter dus te kunnen helpen om de gepaste technieken toe te passen. Goed, ik ga naar de volgende slide. Dus nog even het advies op een rijtje zetten. Hè. 90% driftreducerende doppen. Spuit niet bij te veel wind, pas rijsnelheid aan en spuitboomhoogte van een halve meter boven het gewas of boven de grond. Het zijn toch vier essentiële zaken die je moet meenemen als je dus gaat gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Goed. Dat hebben we dus ook nu beneden ziet je nu Go Low, Go Slow. Dus dat is nu een logo die wij op al onze overdozen zetten van gewasbeschermingsmiddelen. Om elke keer jullie toch de aandacht te vestigen op gaat niet te snel en gaat zeker uw boomhoogte gaan in hoge nemen om niet te hoog te gaan spuiten. Goed. Nu zijn er mensen die mij zeggen, ja, maar ik had eigenlijk wel goede weersomstandigheden, alles zat mee. En toch heb ik nog altijd problemen gehad met bijvoorbeeld met drift. En hoe komt dat? En dan heeft Syngenta verder blijven kijken. En we hebben gekeken ook naar fenomenen, weersfenomenen. En één daarvan kan zijn een weersinversie. Ik moet eerlijk toegeven, als ik dat de eerste keer hoorde, wist ik ook niet goed wat dat was. Dus ik ga het even proberen uit te leggen. Bij een normale situatie, het is vandaag een hele mooie dag geweest. De zon komt op, de bodem wordt opgewarmd en eigenlijk de warme lucht die gaat stijgen en die gaat afkoelen met het hoger gaan in de lucht. De lucht wordt kouder en in één keer heel hoog wordt het heel koude lucht eigenlijk. Dat is eigenlijk een normale situatie. Als dan, op die manier doen, tijdens de nacht, dus nu zijn we s'avonds, het is donker. Wat gebeurt er nu? De grond koelt af en gaat dus de warme lucht naar boven stromen, naar boven duwen. Even zo doen. Goed, wat gebeurt er? En zeker vandaag bijvoorbeeld, het is een hele warme dag geweest en s'avonds koelt het heel snel af. Dat kan het zijn dat de koude lucht die warme luchtlaag eigenlijk gaat drukken en eigenlijk een soort barrière gaat creëren door die warme luchtlaag, omdat ze niet rap genoeg kan afkoelen. En je ziet dat hier met die dampen, dus met die rookwolken, dan zie je dus, die kunnen niet meer naar boven gaan en die gaan zich gaan verspreiden over soms hele grote oppervlakten en afstanden. En dit is dan wat we noemen de weersinversie. En dat zie je soms ook, je doet daar een keer een kleurstof in, dan zie je dat ook zo, en je ziet dat soms ook, die mist die blijft hangen, dat komt dus eigenlijk een beetje door weersinversie. Dus om een keer samen te vatten, wanneer treedt weersinversie op? Dus links heb je dus de normale situatie, rechts heb je de weersinversie. Als je een hele warme dag hebt,
Het warmt goed op en dan door de winter of in het najaar kan het soms snel afkoelen, zoals vandaag. En kan het zijn dat er weersinversie optreedt. Bij windstil weer, want je ziet als je wind hebt, gaat je die barrière kunnen oplossen eigenlijk, hè, of verdunnen. Dan gaat dat ook niet hebben. Minimaal wolkendek, hè, dus dan heb je die snelle afkoeling. Bij droge lucht, Dus, met andere woorden, hè, onze vier spuitregeltjes wil ik verder aanvullen met een vijfde. En dat klinkt misschien heel raar, maar als je dus echt windstil weer hebt, ook altijd opletten, hè, dat je dus geen drift kunt gaan krijgen, zelfs bij, dat je denkt, zeer goede weersomstandigheden. Maar het is een complex geheel en je ziet ook hier weer, hè, dus die weersinversie, ook weer hier, de kleine druppeltjes zijn weer de oorzaak dat die de lucht ingaan. Een zware druppel, die gaat dat veel minder hebben om in de lucht in te gaan en zo te kunnen zich op lange afstanden gaan verspreiden. Goed, nu, Syngenta werkt ook aan apps en tools om jullie te helpen in een, ja, een goede toepassing. En ik zou zeggen, we hebben daarvoor een Spray Assist app ontwikkeld. Je kunt die gratis downloaden. Je ziet daar trouwens dus de QR-code. Je kunt dat gratis downloaden. En het geeft eigenlijk, het helpt jullie de gepaste doppen en een gepaste tijdstip tijdens de dag. Je ziet bijvoorbeeld, hij zegt het is rood. Dus het geeft ook risico van, ik zie niet goed, maar het zal wind of drift zijn, denk ik. Dus niet te spuiten. En bijvoorbeeld in de latere namiddag bijvoorbeeld wel spuiten. Dit is maar een voorbeeldje. Het gaat ook 5 dagen vooruit. En ik heb hier weer een filmpje die dat eventjes zal verduidelijken. De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is een van de grootste uitdagingen in de landbouw. Boeren moeten belangrijke procedures uitvoeren om alles goed te laten verlopen. Zoals de spuitmachine vullen, de machine afstellen en de lege verpakkingen verantwoord verwijderen. En gezien het wisselvallige weer is het steeds moeilijker om het beste moment te kiezen om te spuiten. Toch is dat essentieel om de effectiviteit van het product te optimaliseren en milieuverontreiniging te voorkomen. Het Syngenta Application Technology Team heeft samen met onze Digital Services de Spray Assist app ontwikkeld. Dit is een mobiele service waarmee u zo effectief mogelijk spuit. Spray Assist combineert exclusieve weermodellen en onze uitgebreide ervaring met technische toepassingen. Een slimme en eenvoudige app waardoor uw spuitseizoen voortaan heel anders zal verlopen. Met Spray Assist bepaalt u het beste moment voor elke behandeling op basis van het weer van de komende 5 dagen. Wanneer dit tijdstip nadert, krijgt u meldingen met het beste moment om te spuiten, zelfs het beste uur. Spray Assist beoordeelt dan de exacte weersomstandigheden op uw specifieke locatie. U kiest het gewas, het doelwit en de groeifase. U krijgt advies over de beste instellingen van de spuitmachine, zoals de spuittop, het watervolume, de rijsnelheid en de druk. Dit om de drift zoveel mogelijk te beperken. Met Spray Assist op zak kunt u uw week plannen, uw apparatuur voorbereiden, de gevolgen voor het milieu minimaliseren en zo effectief mogelijk spuiten. U kunt Spray Assist gratis downloaden en meteen gebruiken. Als u feedback hebt, zullen we naar u luisteren. We willen deze service continu verbeteren en aan uw behoeften aanpassen. Goed. Ik hoop dat het een hele handige tool is voor jullie. Download hem, gebruik hem. Maar het is zeker interessant om dit even te hebben. Het gaat niet over producten, het gaat gewoon over goed toepassen van middelen op de gepaste moment.
een volgende... Dus, dan komen we bij het volgende puntje. Is eigenlijk de prosulfocarb. Verandering in toelating. Wat is de oorzaak en wat zijn de veranderingen? Dus wil ik even wat nader bespreken. Want dit is eigenlijk een zeer belangrijke verandering. Prosulfocarb kennen we dus onder andere onder Defispau of Roxy en dergelijke meer. Dus er zijn verschillende producten die de prosulfocarb in de formulering hebben. Goed, wat is er hier aan de hand? We hebben dat al een keer gezegd, driftreductie maakt er werk van. Maar hier komen we dus eigenlijk op residus op niet behandelde teelten. Dus, en het volgende grafiekje... is toch eigenlijk iets dat ik niet graag zie, maar dat ik wil toch met jullie delen. Aandacht voor je mist. Dus prosulfocarb, dus op peterselie in het najaar. Dus, en dat zijn dus gegevens van de REO-veiling van 2019, dus het afgelopen najaar. En wat zie je duidelijk? Ze beginnen vanaf analyses te nemen van de peterselie, waar dat er geen prosulfocarb is opgespoten geweest. En je ziet, vanaf 15 augustus beginnen ze de analyses te doen. En tot eigenlijk... Tot 15 oktober is er geen vuiltje aan de lucht. En begin november schiet dus... Dus hier de rode lijn is eigenlijk het MRL, dus de residulimiet. Daaronder is het geen probleem. Maar alles wat er boven is... is eigenlijk hoort er niet thuis te zijn. Dan zie je dus een duidelijke piek in het najaar, in november, zelfs tot in december. En de telers hebben niet gespoten met prosulfocarb. Dus wat kan er zijn? Dus waarschijnlijk in de buurt. En natuurlijk de meeste peterselie kwam vanuit West-Vlaanderen. Dus je ziet duidelijk gigantische pieken, de peterselie geblokkeerd. En niet verkoopbaar, dus eigenlijk zowel voor de teler, maar ook voor ons, voor de industrie, voor jullie. Het is geen situatie die we herhaald willen zien in 2020. Goed, dan hebben we met de sector samengezeten. Dat betekent met de mensen van het ministerie van Landbouw, met mensen van Volksgezondheid, met het Federaal Voedselagentschap. Met registratieautoriteiten, maar ook met landbouworganisaties, ook met dus de industrie, dus de REO-veiling en met de verwerkende industrie hebben we samengezeten en ook met dus de producenten van de prosulfocarb hebben we samengezeten en is er uitgekomen. Nu doet die het niet. Okay. Wat zijn de aanpassingen die er uitgevloeid zijn en die vanaf ergens mei van dit jaar in voege zijn getreden? Dus dat we voor alle toepassingen in alle teelten, uitgezonden in de wintergranen, is er steeds 90% driftreducerende doppen nodig. En mag het niet meer toegepast worden vanaf 1 september tot 1 maart. Dus zeer drastisch. Oké, er wordt niet veel meer behandeld buiten de wintergranen in het najaar. Maar dit is ook voor... maar dit 90% die geldt ook voor toepassingen in de lente, in aardappelen of in wortel en dergelijke meer. Voor de wintergranen, en dat is dus zeer belangrijk, we staan voor de toepassingen binnenkort, tenminste als de tarwe en de gerst gezaaid is. Ook hier, dus 90% driftreducerend doppen. Je weet dat in andere teelten de prosulfocarb een breed werkingsspectrum heeft. Voor de granen vragen we uitdrukkelijk, en dat staat ook op het etiket nu, enkel nog tegen eenjarige grassen te gaan toepassen, dus tegen duist en windhalm. En wat ik er nog bij zeg, is resistente duist en windhalm. Tussen 1 september en 1 maart niet meer gebruiken als je in de buurt, groenten of kruiden of fruit nog aanwezig is aan de aangrenzende perceel, maar ook daar rond in de verte omziet. En dat is zeer drastisch, je hebt gezien, we willen geen
situatie als in 2019 nog herhaald zien. Tussen 1 september en 1 maart geen helemaal niet meer toegelaten in West-Vlaanderen. Met uitzondering van de landbouwstreek De Polder, omdat daar juist heel veel toch die problematiek van de resistente duist en de wind, en vooral de duist gaat spelen. Dit is dus een toch zeer belangrijke beperkingen die ik echt naar jullie wil communiceren en dat jullie daar echt mee rekening houden, want dit staat nu ook wettelijk op het etiket. En natuurlijk bovenop willen we hebben dat jullie, zoals daar juist al gezegd, niet gaan spuiten bij veel wind. Zeker minstens 200 liter water gebruiken per hectare. Rijsnelheid 7, 8 kilometer aanhouden. En dan die spuitboomhoogte zeker en vast ook gaan respecteren. En niet gaan spuiten bij echt windstil weer. Ik weet het, je gaat misschien zeggen, ja, maar mogen daar lichten nog spuiten? Ik weet het, het is niet gemakkelijk. Maar willen we zo'n uniek middel, die zo belangrijk is in de aardappelen of in andere teelten, willen we dit behouden? En ook voor de resistente problemen in de granen, willen we die behouden? Dan moeten we dat wel echt in gedachten houden. Daarmee wil ik daar de driftproblematiek rond prosulfocarp even afronden. En ik zie dat de tijd nog een beetje toelaat, denk ik. Wil ik toch nog, wat doet Syngenta nog meer naar zero impact? Dus ik heb daar juist al gezegd, dus puntvervuiling, zeer belangrijk op het bedrijf. In Nederland gaat in 2027 emissieloos moeten zijn, alle bedrijven. In België spreekt men daar nog niet van. Maar wij promoten echt waar restwateropvang. Wij hebben daarvoor de remdraai of de Eliosec. Jullie zien een kleine foto van een remdraai bijvoorbeeld. Dat is een vat waar je je vervuild water naartoe pompt. En dan door wind en zon gaat het verdampen en gaat het dus eigenlijk enkel nog de restanten, chemische restanten, achterblijven op een zeil die je dan binnen kunt brengen bij AgriRecover. Dus toch voor de toekomst ook meer en meer zal het ook aan belang gaan toenemen. Go low, go slow, get covered. Dus ik heb daar juist gesproken. We hebben daar van die tie-wraps, van die soort halve meters. Je kunt die bij ons nog altijd bekomen, gratis, als je dat invult op de website. We hebben driftreducerende doppen, maken we veel werk van. Spuittechniek maken we veel werk van, om jullie toch beter te gaan dienen. Dan hebben we dus die digital tools, hebben we gezegd, hebben we de spray assist. En dan het einde van het verhaal is eigenlijk waar in België nog niet veel van gekend is, maar in Nederland zijn we volop bezig met het gesloten vulsysteem te introduceren. Want Nederland heeft aangegeven 2024, dat is dus over 2 jaar, gaat elke spuit moeten een gesloten vulsysteem op zijn spuittoestel moeten hebben. Ik ga er snel op ingaan. Maar ik denk ook in België gaan we daar moeten met z'n allen werk van maken. Het gesloten vulsysteem. Het is niet enkel een Syngenta verhaal. Het is eigenlijk de ganse sector die dus eigenlijk zich engageert om die introductie van een gesloten vulsysteem te gaan introduceren. Ook in België in de toekomst. Dus hoe ziet het er eigenlijk uit? Het is een soort connector die op de spuit zal moeten gemonteerd worden. Het is dat noemen ze Easy Connect, noemt dat systeem. Komt op de spuit terecht en dan op de bussen gaat er een speciale dop komen die dus eigenlijk gaat voorkomen dat vloeibare gewasbeschermingsmiddelen dus nog in contact met jullie kunnen komen als toepasser, als landbouwer of als loonsproeier. Maar ook te voorkomen dat het in het milieu terechtkomt. En dat is wel zeer belangrijk. U ziet dus de doppen in de toekomst zullen aangepast zijn van de fabrikanten. Waar dat er dus van binnen een soort afsluitklepje zit. Die dan via de connector, dus die had dus op die connector moeten geplaatst worden. Met een hendel, met die hendel, kun je dus die tube, zo'n soort tube, gaan induwen in de bus. En je ziet ook, die afsluitklep zit daarop.
En als je die volledig opendraait, gaat die volledig dus die tube in de bus zitten en kan het product via het aanzuigen van uw pomp dus ingezogen worden in de spuittank. Dan via deze knop gaat je water kunnen inbrengen en het spoelen van de bussen gaan kunnen realiseren. Daar zit ook een systeem in die, die dus eigenlijk lucht inlaat om het vacuümtrekken te gaan voorkomen natuurlijk, anders gaat het vacuümtrekken. Dit systeem met die hendel gaat het ook mogelijk zijn om kleinere hoeveelheden dus te gaan doseren, maar ik ga vandaag niet daar te veel op ingaan, want ik zie dat de tijd zo goed als rond is. Ik heb zelfs een zo'n dopje mee, hè, dus daar zit een stof, waarschijnlijk zien jullie dit, ja. Jullie zien dit, dus dat, de doppen waar dat er zo'n sluitklepje in zit, die dan kan ingeduwd worden door die tube en terug kan, als het terug naar beneden gaat, zit die, die afsluitklep er terug op en is het dus volledig vrij van contact met jullie, maar ook met de omgeving toe. Goed, dus zo ziet je het. Hè. Dus een slang gaat het naar de spuitmachine moeten trekken. Dus je hebt eigenlijk je spuittank. Deze connector gaat via hè, dus, de pomp, die ook eigenlijk de vultrechter gaat aanzuigen. Want de vultrechter zal er in het begin zeker moeten opblijven, want poeders en granulaten gaan niet via deze connector kunnen aangebracht worden, maar dus via een driewegskraan gaat je dus dat kunnen aanzuigen en zo naar de spuit kunnen brengen. En het spoelen zal dus via jullie schoon watervatje of via de waterleiding kunnen ingebracht worden. Dus op de tractor, of kan ook vast, als je een vaste vul- en spoelplaats hebt, kan het ook op de muur of op een staander gemonteerd worden. Goed. In Nederland zijn we dus al begonnen met een aantal telers die dat gaan testen. En het is echt snel. Het gaat sneller dan het gewoon uitgieten. Het is ook veilig. Hè. Je hebt geen mors, je kunt niet meer gaan morsen. En het is ook zeer gemakkelijk. Hè. Mensen die al een beetje ouder zijn, je moet deze bussen zet je gewoon op die connector en je zet er eigenlijk. Je moet dat niet meer gaan blijven optillen, zou ik zeggen. Dus. En we werken nog altijd nog naar een beter systeem om die kleine hoeveelheden dus te gaan afmeten. Dit is Nederland, maar ja, dit komt ook naar België toe, zou ik zeggen. En het is echt een prachtig systeem voor de boer, maar ook voor het milieu, om eventueel morsen en andere zaken te gaan tegengaan. Goed, daarmee kom ik bij het einde van mijn verhaal. Dus ik heb er nog een kleine anekdote. Dus Manneke Pies is erbij, dus... Willen we onze gewasbeschermingsmiddelen zo goed mogelijk behouden, moeten we er samen werk van maken, anders krijgen we het in ons gezicht terug. En dit is niet wat we wensen. Dus met deze wil ik hier afsluiten en het woord geven aan Jean-Luc.